Ik vraag je toch niks, ga weg, zou de mieter op. Vandaag wordt de nieuwe kamer geïnstalleerd. Er zijn sommige mensen heel blij mee. Kantoor, niet welkom. En anderen wat minder. Zo Henk, moslimbroederschap vuistdiep in de Tweede Kamer. Ja, door dat werf met de hoofddoekie. Ja, moslimbroederpartij. Orthodoxe moslimma die hier gedachtegoed heeft wat hier in Nederland niet plaats wordt. En dat is dus kenmerkend van de moslimbroederschap. Dat geweld geoorloofd is op het moment dat je dus echt onderdrukt wordt. Islamistin Kautar als GroenLinks Kamerlid. Kritiek en feiten over haar worden weggezet als moslimhaat. Ze schijnt dus workshops te gegeven te hebben aan Miliguru. Dat geeft ze toe dat ze dat gedaan heeft. Yasser Veras spreekt zelfs over een haatcampagne. Hij, die volgens mij niet eens wist tot de media erover begon, dat Kautar bestuurslid was van Vermiso. Een beweging die nauwe banden heeft met de moslimbroederschap en Miligurus. Alleen al in de naam Miligurus, wat onze visie betekent. En dan doelen ze niet op de Nederlandse visie, maar op onze nationale Turkse visie. Het is heel duidelijk dat, dat het een Turkse organisatie is in Nederland. Maar dat heeft ze maar één keer gedaan. Kijk, ze heeft Of het nou één keer is of tien keer, maar Baudet had jij nu ook gelijk geroost, toch? Geef ze even hier die microfoon. Kijk, ze kan of ze dat nou één keer gedaan heeft of twee keer of tien keer, dat maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit. Ze is daar vrij lang aan verbonden geweest. Ze kan daar allerlei contacten hebben opgedaan die wij misschien niet leuk vinden. En het zou natuurlijk verstandig zijn als ze daar verantwoording over zou afleggen. Hey José, ben je er weer? Lekker aan het fluiten, José. Kan je beter genieten van de demonstratie, José? Welkom! Is dat omdat ik zwart ben? Gaat u de racismekaart trekken? Waarom val je me aan? Waarom kom je? Kijk, letterlijk! Gaat u de racismekaart trekken? Wat mooi fluiten. José? Hou op joh, ik vraag je niks en ik wil je ook niet te woord. Waarom sta je hier? Ik vraag je niks, ik wil je ook niet te woord zijn. Ik vraag jou wel wat. Hou op joh, hou op! Ja, maar ik vraag jou wel wat. José? Ik kom hier om te supporten. Ik ben hier voor de vrijheid. Iedereen heeft recht om vrijheid. Om zijn mening te verkondigen, daar sta ik ook voor. Mag toch? Iedereen heeft recht. Iedereen heeft recht, toch? Ik sta hier ook. Doe je ding. Toch? Ik kom hier letterlijk aanlopen. Politiek steeds meer zeggenschap overal over te krijgen. En hun regels en wetten hier willen. Zo, JC, ben je er toch weer bijgekomen? Waarom? Ik vraag je toch niks. Ga weg. Zou de mieter op. Ik vraag jou wel wat. Ja, ik ga het doen. Ja, je moet fascisten geen ruimte geven. Hun hebben ook gewoon spreekrecht. Ja, maar dit is oproepen tot haat. Je fluitje, ga lekker daar zitten. José, dat is toch asociaal? José. Je kan beter hem om te interviewen. Zegt u meneer? Man wie praten. Maar deze mevrouw was ik ook wel niet. En wat doet u hier? Dat maakt niet uit. Maar u kon naar mij praten dus. Ga maar even die kant op. Ja, maar... Ga maar met hem praten. Waarom komt u met mij praten? Nee. Je stoort ook andere mensen. Ja, maar die mevrouw die zit te fluiten, wil ik gewoon weten waarom het is. Nou, dat weet je heel goed, toch? Nee, want ze hebben geen antwoord gegeven. Dan kan je jou niet meer vertellen, want dat begreep je dus niet. Nee, als het niet verteld kan, kan ik het ook niet begrijpen. Het zijn dingen die van zijn spreken zijn, jongen. Ja, ja. Leg uit. Ja, nou, vraag maar hem. Ik heb hem al gesproken, maar die mevrouw nog niet. Dan ben je klaar, dan heb je alles gehoord. Nee, want ik wil ook de mening... Als je luister hebt, dan heb je alles gehoord. Ik wil ook de mening van andere mensen weten. Nee, dat interesseert jou blijkbaar niet. Juist wel, ik ben juist benieuwd. Ga maar met die man praten, jongen. Dat was weer José. Die is lekker aan het fluiten.